Bij elke golf laat de zee zand achter. De wind brengt het zand vervolgens het land op. Onderweg is ieder obstakel, hoe klein ook, genoeg om het zand in de windluwe zijde te laten stranden. Een heuveltje van zand ontstaat. Het begin van een duin. Maar pas als het biestarwe en helmgras hun werk doen en het duin stevig in hun greep houden, kan het duin verder groeien. In de duinen kun je het proces van successie van pionier tot climaxfase heel goed zien. Duinen ontwikkelen zich binnen enkele honderden jaren van primair jongduin tot secundair duinbos. Het ecotoop duin heeft een hoge biodiversiteit, met zeldzame soorten, zoals tapuit, parnassia en duinparelmoervlinder. Over een kleine afstand zie je grote verschillen. Op zuidhellingen van duinen heerst een extreem droog microklimaat, met hoge temperaturen van soms wel 50 graden. Hier kunnen vooral mossen en korstmossen overleven. Op noordhellingen is het veel koeler en vochtiger, waardoor er vooral struiken en varens groeien. Duinen hebben Nederland gevormd. En ze zijn nog steeds belangrijk voor onze kustbescherming.